Goedendag. Ja, het is weer nat in Nederland. De afgelopen dagen is dat het geval geweest. En ook vandaag weer grote plassen op veel plekken in het land. En er komt nog echt meer regen bij. En ook morgen is het nog nat. Maar er gaat wel wat veranderen. Want ik denk echt dat de winter weer in ons land gaat komen. Laten we maar eens de weerkaart erbij pakken van woensdagmiddag. En dan zien we inderdaad boven Nederland als gevolg van een lage drukgebied nog steeds flink wat buiige neerslag. Lokaal komt ook onweer en hagel voor. En dat gaat nog wel eventjes door. Ook de donderdag die ziet er toch vrij nat uit als er weer een nieuwe storing vanuit het zuiden komt opzetten. In het noorden kan het dan misschien wat meevallen. Maar dan zien we toch langzaam maar zeker in het weekend een hoge drukgebied boven Scandinavië. En dat betekent dat de stroming gaat draaien en dat we met een noordoostelijke wind te maken gaan krijgen. Nou, in Scandinavië is het momenteel bitter koud. En dat betekent dat die kou ook geleidelijk aan onze kant op gaat komen. En dat we vanaf het weekeinde gewoon rekening moeten houden met vorst in de nachten. Misschien zelfs wel matige vorst. Ik sluit dat zeker niet uit. En overdag temperaturen amper boven nul in delen van het land. Kan je het mooi laten zien ook, die temperaturen? U moet zich voorstellen, in Scandinavië zijn er al diverse koude records gebroken in januari. En die koude in het noorden, die komt dus langzaam maar zeker onze kant op. We krijgen niet die extreme kou overigens, maar wel zeg maar het randje ervan. Hier zien we wat temperaturen, donderdagnacht. En in Nederland is het dan nog een stuk zachter. Ook wel een verschil tussen noord en zuid, maar het is echt wel zachter. En die wind die waait op donderdag nog uit westelijke richtingen. Maar die wind die gaat op een gegeven moment draaien. En dan kan die koude lucht onze kant op gaan komen. Dat kunnen we mooi zien als ik de kaart even pauzeer. We zijn dan op zaterdagochtend aangekomen. De wind waait uit het noordoosten en de temperaturen zijn beduidend lager geworden. In het noorden van het land vriest het zelfs nog overdag, is de verwachting. En die temperatuur komt ook nog maar amper boven nul. En ook de nachten daarna is die temperatuur toch nog vaak onder het vriespunt. Dat kan ik u straks mooi laten zien aan de pluim. Goed. Een weersomslag, maar nu dus nog wel nattigheid. Ik heb nog even de kaart voor de komende 24 uur bijgepakt. Hier zien we die buien overtrekken. Dat gaat dan vanavond ook nog wel door, vooral in de zuidelijke helft van het land. Noorden, daar lijkt het allemaal wel wat droger te worden. En morgen overdag opnieuw buien, waarbij het noorden de beste papieren heeft voor droog weer. Hier komt nog een storing vanuit het zuiden opzetten. U kunt zien, donderdag wordt het zeker niet droog. En later op de dag kan er misschien wel wat in het noordoosten wat natte sneeuw gaan vallen op vrijdag. Dat is niet helemaal uitgesloten. Dat zit niet in alle modellen. Maar u moet zich dus voorstellen dat hier die kou al is aangekomen. Ja, en dan kan de neerslag als sneeuw gaan vallen. Hoe hebben we het in de kaart staan? Eerst nog maar even voor vanavond. Flink wat buien in het land. Bij temperaturen rond de 8 graden en een matige wind uit westelijke richtingen. Morgen dan hebben we ook te maken met neerslag. In het noorden, daar denk ik dat het op zich wel meevalt. Het is vooral in het midden en in het zuiden. En dan komt in het zuiden de zon er ook amper bij. Temperaturen morgen tussen de 5 en de 9 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. En zoals gezegd, dan gaat die temperatuur geleidelijk aan dalen. En dat zien we terug in de maximumtemperaturen vanaf het weekeinde. 2 graden op zaterdag rond het vriespunt op de zondag in het midden van het land. In het noorden misschien zelfs wel vorst. En we hebben gewoon matige vorst in de nachten neergezet. Min 5 bij wind uit het noordoosten. Een matige wind over het algemeen. Voor het gevoel zal het dan echt nog wel wat kouder gaan aanvoelen. Blijft dat dan een tijdje zo? Nou, als we de pluim erbij pakken, dan zien we dat die lage temperaturen in de nachten echt wel aanwezig blijven. Ook begin volgende week is dat het geval. Overdag een iets grotere kans dat die temperatuur weer boven nul komt. Maar al met al is het echt wel een stuk kouder in vergelijking met de afgelopen tijd. En dan is natuurlijk de grote vraag, is dit droog of is dit een nat weerbeeld? Nou, dat kunnen we u ook mooi laten zien. Donderdag, vrijdag nog veel nattigheid, hè, dat hebben we gezien. Maar dan toch echt een periode die eigenlijk vrijwel helemaal droog gaat verlopen volgende week. En dat betekent dus dat we koud weer hebben, maar dat er zeker ook ruimte voor de zon is. En zoals het er nu naar uitziet, dat het ook droog blijft. Nog fijne dag.